Een stofdotje. Oh, dan is ze al tien. Hopla, daar is ze! Nog even, nog even. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Legacy Challenge. En dat is ongelooflijk lang geleden. Ik heb daar straks nog naar mijn vorige aflevering moeten kijken om te zien wat we als laatste hadden gedaan. En die staat online sinds 4 december. Dus dat is 1, dus drie maanden geleden. <laughs> dus uh, ja, ik moet er terug een beetje in komen. Uh, ik heb de namen weer een beetje zitten. Oefenen. En ik denk dat jullie ook wel een opfrissing kunnen gebruiken. Dus laten we de simmetjes nog eens eventjes allemaal één voor één overlopen en kijken wat ze moeten doen. Ik ga even op pauze zetten zodat we niks missen. We hebben Berret, dat is de man des huizes. Die is bijna jarig, maar ik ga een keer opzoeken of ik niet zo een jeugdrankje kan nemen met hem. Want hij is oe, over één dag jarig. Dus ik ga dat zelfs als eerste opzoeken. Om dat toch een beetje te verlengen, zodat we zijn carrière kunnen afronden. Want we zitten al heel ver in zijn carrière. Ik weet niet hoeveel wij nog moeten gaan doen. Maar hij gaat bijna opnieuw promotie maken. Dus ja, dat wil ik met hem toch wel in orde krijgen voor hij ouder wordt. Dan hebben we... Ah, wacht. En die heeft dan als levensdoel een brein En daar moeten we ook nog wel een paar dingen van doen. Maar ik denk dat dat levensdoel nog wel doorloopt als hij ouder is. Dus daar ga ik me iets minder van aantrekken. Maar ik ga toch opzoeken of ik dan dat jeugddrankje niet mag nemen. Dan hebben we Anne Fleur. Anne Fleur is de oprichter van onze Legacy. Zij ligt ook nog lekker in bed te slapen. Haar levensdoel is succesvolle stamboom. Maar we moeten hier op een paar dingetjes wachten. Want hier staat uh, een kind een tien laten halen op de middelbare school. We hebben nog geen tieners, maar dat komt nog wel. En een kind een willekeurige vaardigheid maximaal laten ontwikkelen. Ik denk dat uh, Lola bijna een vaardigheid maximaal heeft ontwikkeld. Daar gaan we zo meteen eventjes naar kijken. Voor de rest heeft Anne Fleur als job eh, academische directeur. En daar moet zij ook nog wat dingen voor doen. En ik weet, toen ik naar de vorige aflevering keek, dat dat allemaal nogal heel wat woede in de aarde had. Dus die niveau 8 bereiken van onderzoek en debatvaardigheid. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik heb trouwens met Anne Fleur een clubje opgericht voor eh, te debatteren. Dus. Hopelijk gaat het dan net iets vlotter en beleeft ze daar dan ook plezier aan. Dan hebben we Lola, zij is de eerstgeborene van het gezin. Uh, zij gaat, of zij is vandaag jarig volgens mij. Ja, zij is vandaag jarig. En uh, ik ga proberen haar motoriek nog eerst tot niveau 10 te krijgen. Vooraleer we haar jarig gaan laten worden. Want ik weet nu niet of zij tiener wordt of dat nog gaat meetellen. Ik denk het niet. Dus we gaan proberen dat nog tot 10 te krijgen. Ik heb met de Lola ook een clubje opgericht. Namelijk een huiswerkclubje. Ik heb uh, intussen tijd aan mijn 100 Baby Challenge zitten werken. En uh, ik heb gemerkt dat zo'n clubje dus echt wel. Heel erg handig is, want dan vinden ze huiswerk maken niet zo, niet zo vervelend. Dus, uh, ja, ze zit dus ook in dat clubje. Voor de rest heeft zij hier nog, ja, dus niveau 10 van de motorische vaardigheid bereiken. En dan heeft zij normaal gezien dit levensdoel helemaal klaar. Of oh, ik hoop het toch? Ik hoop het. Ja. Uh, yeah. Dan hebben we Mia. Zij is het tweede meisje in ons gezin. Zij heeft als levensdoel wonderneurt. Uh, daar moet ze nog wel een paar dingen voor doen. Ik moet nog eens een keer opzoeken dat je haar eigenlijk geconcentreerd kan laten worden. Maar daar hebben we nog wel wat tijd voor. Uh, het gaat dus naar de basisschool. Dan hebben we Naomi en Fietje. Dat is een tweeling. Ook meisjes, het zijn allemaal meisjes in deze generatie. Ik ga niet meer kindjes krijgen in deze generatie. Vier is meer als genoeg. Uh, zij heeft dus nog geen levensdoel en ze heeft wel al wat dingen voltooid. Ze heeft fantasie voltooid. We gaan proberen die beweging ook te voltooien, want volgens mij zijn zij morgen Dus uh, ja. En Fietje had nog niks voltooid. Dus daar moeten we ook nog wel een beetje werk in steken. Maar goed, uh, Fietje heeft honger. Had ik die geen eten gegeven? Dat ik het al niet meer weet. We gaan haar meteen al een portie laten pakken. Vooral eer ze wordt weggenomen. Ah, zij was wel aan het eten. Oké, okay, laten we gewoon op play zetten. Het is vandaag zondag. We gaan samen met uh, Brett ook sterren zoeken. Want die microscoop is nog te duur om hier. Op onze kabel te zetten. Nee, waar ga jij naartoe? Of heeft ze al een bordje? Of ze gaat ze restjes opeten? En ik heb ook gezien dat de kraan kapot is. En ik heb trouwens een nieuwe kitspakketten geïnstalleerd. Dus het kan zijn dat hier stoflokjes gaan beginnen te komen. Ja, dan is het maar zo. Wat is er nu eigenlijk van plan? Oké, okay, ze gaat gewoon in de zetel eten. Ook oh, goed, ook oh, goed. Oké, okay, dus Lola is al wakker. Zij is boven. Laten we haar maar eventjes douchen. Oh, de douche is ook wel heel erg vies. Dus dat moeten we ook nog, uh, nog gaan schoonmaken. En laten we haar dan hier op de computer. Daar was toch, toch iets om haar, uh, om haar motoriek te verbeteren. Wat was dat nu weer al? Oh, was dat dat keyboard commander? Volgens mij was het dat. Voilà. Mia die gaat in bad. Kijk goed. Jij gaat naar het potje ook. Kijk goed, we gaan dit terug in de frigo plaatsen. Brett, jij bent wakker hè? Kom dan eens eventjes fixen. Naomi is bijna jarig. Dus ze is morgenjarig. Jij bent nog lekker aan het slapen. En Fietje is ook bijna jarig. Zij is ook morgenjarig. En vandaag is Lola jarig. Vandaag gaan we zeker en vast al haar verjaardag vieren. Ik wil ook vandaag of morgen de kerstbomen gaan zetten, want het is winter. En over een paar dagjes is het dus ook winterfeest. Oké, okay, uh... eh... wat... Ah, stofjes, dat zal het zijn. Kijk, hier is zo'n stofje. Het is best wel schattig hoor, zo'n stofje. <laughs> een stofdotje. Maar goed, uh, jij gaat die game spelen, hè. Oké, okay, jij bent aan het eten, jij hebt potje. Je hebt nog steeds honger. Eet dan ook, fietje. Oh, ik krijg centjes. Ik weet al niet meer voor wat, maar dank je wel. <laughs> um, uh, dan, Naomi. Wij gaan jou ook laten dansen. Samen met fietje. En. Wat ben jij aan het Jij komt net uit je bad. Geconcentreerd huiswerk maken. Moet jij nog huiswerk maken? Extra werk doen. Mm. Ah, als ik haar nu eventjes laat schaken. Voilà, alle kinderen zitten hier bezig. <laughs> Eigenlijk wel grappig. Ah, goed, Dansen. Dansen. Nee, niet wenen. Niet wenen. Dansen. Applaus. En Naomi heeft uh, niveau 3 van communicatie bereikt. Kijk goed. Kijk goed, Naomi. Dit is Naomi, hè? Ja. <laughs> Terwijl ze aan Tonsel. was, was ook aan het uh, babbelen met haar zusje. Dat is wel handig. Oké, okay, we gaan Brett eventjes laten schoonmaken. Want er liggen best wel veel plassen in huis. En dan gaan we hem ook iets laten koken. En ik zie dat Mia al goed op weg is om uh, niveau 10 te behalen van de Motoriek. Dus uh, dan kunnen we daarna haar verjaardag vieren. Kijk, goed. Voor de rest is. Ah, hier. Lola is ook wakker. Zij heeft grote honger. Beetje babbelen. Hier, babbel maar met uw dochter. En Lola heeft een doel voltooid. Lola heeft haar, net haar droom om een kleine atleet te worden, uit zien komen. Eigenschap verdient fysiek talent. Fysieke vaardigheden worden sneller ontwikkeld. Kijk goed. Uh, we gaan geen nieuw doel kiezen, want ze gaat groter worden. We gaan Brett dan ineens een uh, verjaardagstaart laten maken. En dan kan. Uh, Anne Fleur zijn tenminste al komen eten van de fruitsalade. En dan kunnen we ze dadelijk de verjaardag van Lola vieren. Oh, dan is ze al tiener. En zodra ze eigenlijk jong volwassen is, hebben we gedaan met de eerste generatie. Echt zijn die stofdotjes nog wel leuk, want nu krijgen wij constant geld bij. Volgens mij komt het daarvan. Dat die geld vinden ofzo. Oké, okay, jij... Yeah. Wacht, die gaan we even hier. Nee, nu heb je plaats, Brett. Je hebt plaats. Je hebt plaats. Waar gaat hij nu naartoe? Oh, doorgaan met de chocoladetaart. Kom jij nu maar eten Anne fleur? Nog iemand die honger heeft? Oeh, hier is nog iemand die honger heeft. Uh, kan zij daar ook aan? En zij blijft. Oh, ze blijft. Nu is ze dolkomisch. <laughs> Oké, okay, we gaan haar dus niet geconcentreerd krijgen. <laughs> uh, hoe krijgen we haar dan wel geconcentreerd? Fietje is uitgehongerd. Ja, Fietje, kom aan. Pak een bordje. Kan je er aan? Nee, ze kan er niet aan, denk ik. Oké, okay, Anne Fleur heeft haar bord. Dan zet wel even hier. Dan kan ze daar wel aan, hè. Zo. Ik heb de indruk dat er toch een paar glitje in het spel zijn. Kijk, want hier... Dat uh, is niet juist. Dat heb ik daarnet ontdekt dat er gaten in mijn vloeren zitten? Heeft dat nu met die nieuwe kietspakketten te maken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wacht, die gaan we daar zetten. Oké, okay, jij mag hier kaarsjes komen opzetten, Mie. Want jij bent jarig. Kijk, nu heeft zijn kroontje op haar uh, plumbop. Is dat nu te maken omdat zijn levensdoel heeft voltooid? Of, of is dat omdat ze vandaag jarig is? Als iemand het weet, mag je het altijd hier beneden laten, laten weten. Oké, okay, jij mag de kaarsjes uitblazen. Yay! Proficiat, Mia. Proficiat. Oké, okay, nu moeten we weer een paar levensdoelen gaan kiezen. Alleen oh, een paar. Eén levensdoel gaan kiezen en ook weer een nieuwe eigenschap. Daar gaan we eventjes iets voor bijnemen. Oké, okay, ik heb hier dus alles ingevuld over uh, Anne Fleur en over Brett. En dan... Over uh, Lola, wat haar eigenschap is. En ik heb dan gevraagd voor een tienereigenschap en een volwassen uh, levensdoel. En wat kwam eruit als de levensdoel outdoor enthusiast? Dus uh, iemand die graag buiten leeft. Moet ik zelf eens kijken. En het dus een heet hoofd. <laughs> oei, oei, oei. oei. Oké, okay, dat gaan we dus uh, van Lola maken. Het <laughs> is dus een heet hoofd. Uh, waar staat dat? Ah, hier. Oh man, ik zeg er gewoon over. En dan hebben we ook uh, dat buiten... Ik denk dat dat deze is. Natuurliefhebber? Ja, dat is natuurliefhebber. Ergens past dat nog wel bij haar uh, actieve leventje. Dus, uh... hopla, daar is ze. Ouder en wijzer. Oké, okay, we gaan haar een beetje veranderen. Oké, okay, het mag gezegd worden, Lola is wel een mooie madame geworden. Hè? <laughs> Wat gaan we veranderen? We gaan haar haar misschien veranderen. Ze had korte haren. Uh, ik denk dat ik dat nog eventjes zo ga houden, die korte haren. Oké, okay, ik ga voor dit kapsel gaan en dan ga ik haar kleding nog eventjes aanpassen voor alle gelegenheden. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, okay, ik heb haar klaar. Dit is haar dagelijkse outfit. Haar formele outfit. Dan hebben we haar sportieve outfit. Slaap outfit. Dans outfit. Haar zwem outfit. Als het heet weer is. En als het koud weer is. Ik heb haar een beetje een sportievere look gegeven. Omdat ik dat wel bij haar vind passen. Goed, dus nu is Lola uh, tiener geworden. Ik vind het echt wel leuk. <laughs> Eens kijken wat ze moet doen. Uh, wat is ze eigenlijk, welke doelen zij moet behalen voor haar levensdoel. Daar gaan we eens eerst naar kijken. Ja, hier. En Mia die is maar dolkomisch. Die heeft de tijd van haar leven. Terwijl we haar eigenlijk geconcentreerd willen krijgen. Uh, hier is ze. Lola, natuurliefhebber. Tien onbekende planten oogsten en vijf wissen in Granite Falls vangen. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat uh, moeten we wel ergens tussendoor kunnen doen. Uh, met eenvaardigheidsniveau 3 bereiken en huiswerk niet begonnen. Dus kijk, nu heeft ze geen vaardigheden meer. Dat vind ik eigenlijk wel jammer dat ze daar niks meer van heeft. Laten we haar eerst maar eens laten uh, douchen. Wat was nu met de andere kinderen? Ik denk dat dat allemaal nog wel oké okay was. Zij is hier aan het spelen. Dat is uh, Naomi ziek. En Naomi, mijn fantasie, dat heb je al. Dat heb je al, meisje. We gaan iets anders doen. We gaan jou terug een beetje laten bewegen. Kom, stap al maar naar hier. Dat is ook al beweging. En een beetje dansen. Dan hebben we hier Fietje. Fietje is eigenlijk vuil, maar... Pff, uh, morgen is het toch jarig. Dan kan ze zichzelf wassen. Uh, wat moet zij nog doen? Uh, ook nog een beetje bewegen. En fantasie. Waar is zij? Ah, ze staat daar bij Brett. Ah, Brett gaat daar in bad stoppen, zeker? Nee nee nee, Brett, we gaan haar niet laten wassen. Is niet nodig. Brett, met jou wil ik eigenlijk naar die sterren gaan. Of de handvaardigheid. Laten we eerst de handvaardigheid doen. Dat is hier. Een beeld maken. Hier pak maar een speels beeld, omdat jij speels bent. En Anne Fleur. Oh, kijk, nu hebben we hier al twee dingetjes van bereikt. Kijk, goed. Uh, we gaan haar nog maar wat laten debatteren, zeker. Hè? En we gaan de groep openen. Deze club heeft te weinig geleden om een bijeenkomst Wacht, we gaan een paar mensen uitnodigen. We gaan daarvoor Makoa uitnodigen. Kom, doe nog maar een paar mensen. Voilà. Zo. Voilà. En eens kijken of dat dat helpt. <laughs> ik hoop het. Ik hoop het. Oh, ik ga Brett ook een boek laten lezen over handigheid. Dat gaat ook helpen, denk ik. Oké, okay, nu zijn ze hier al met twee aan het debatteren. Ik weet nu niet... ...of het vooruit gaat. 7, 8, 8, 8. Ja, het, gaat, het gaat vooruit. Ik denk dat het zelfs iets sneller vooruit gaat dan dat ze het alleen zou doen. Alleen jammer dat haar sociale dingen niet naar omhoog gaan. Maar haar plezier blijft nu tenminste een beetje stabiel. Oké, okay. ik, ik hoop dat het in orde komt. Oh, Bret. Oh nee, en ik moest, met hem, nee, ik moest met hem. Nee, ik ging met hem geen sterren zoeken. Hè. Uh, we gaan. Naar het werk gaan. We gaan niet thuis blijven. Oké, okay, het gaat sneller het gaat vooruit dan uh, dat ze het alleen deed. Oké, okay, dat is al positief. Dus dat is een goede tip. Moest jij ook zoiets doen? Maak gewoon een clubje. <laughs> en ik heb ook al gemerkt dat haar plezier tenminste dan gewoon blijft. Oh, waar samen. Oh nee. Kijk, haar plezier gaat ook niet echt naar beneden. Kijk ja, goed. Okay, goed. Uh, laten we hem dat dan eventjes doen. Ik ga met... Uh, Bretje gaat zo dadelijk moeten werken. En vooral die gaat vertrekken. Dus uh, Anne Fleur kan Lula, het even Javi verder Sona. doen. Lola. Yes. Wat gaan we met Lola, Lola doen? Lola. Ah, met haar kunnen we misschien wel wat rond gaan stappen. Om uh, wat planten te gaan zoeken in de wereld. Dus dat ga ik ook eventjes doen met haar. Okay, het nadeel is nu wel dat het winter is. Ik zie geen planten. <laughs> Zeker geen planten die ze kan oogsten. We hebben hier nog wel van die hoopjes zo. Ik denk dat we hier in het verkeerde seizoen zitten. Ik denk dat we in de lente al wat meer succes gaan hebben daarop. Oké, okay, dan gaan we dat nu nog niet doen. Ze gaan haar huiswerk maken. Evengoed. Oké, okay, we zijn nu weer een paar uur verder. En uh, oh, dat wil maar niet volgen, dat balkje. Oh, dat is stom. Uh, ondertussen gaan de kinderen allemaal slapen, Lola gaat slapen, dat moeten we allemaal niet tonen, uh, Mia die ligt te slapen, en de tweede ligt ook te slapen, en Brett is gaan werken. Dus we gaan nog eventjes wachten tot dat balkje hier van alle fleur vol is. Ik hoop dat het niet te lang niet meer gaat duren, het is nu al bijna middernacht, dus... Uh, waar ga jij naartoe? Nee, 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 nee. nee. Yes, al 95% voltooid. Joepie, joepie, joepie. En Naomi die was ondertussen naar boven aan het kruipen met hele grote honger. Dus uh, die hebben hier nu een bordje pruitslalen neergezet, zodat ze kan eten. 99% Nog even, nog even. En, 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 en. Yes. Het is ons gelukt. Niveau 8. Oké, okay, jij mag stoppen. Anne Fleur, jij mag daarmee stoppen. Uh, als beloning mag jij in bad. We gaan de bijeenkomst stoppen. Iedereen heeft goed zijn best gedaan. Voilà. Dan kan jij een bad gaan en gaan slapen. Hoe zit het hier met Naomi? Die gaat nu eten. En dan gaan we die toch ook terug in bad stoppen. Uh, in bed. In, bad, in bed stoppen. En dan uh, gaan we wachten tot Bret thuis is en hopelijk heeft hij uh, promotie gemaakt, want die had tot in het groene balkje, dus hopelijk uh, krijgt hij een promotie. En Brett is thuis en heeft hij een promotie gemaakt? Gepromoveerd tot geredigeerd Brad. Brad is gepromoveerd tot geredigeerd. Hij verdient nu nog eens 118 sim-dollar per uur voor een totaalbedrag van 297 sim-dollar per uur. Hij heeft ook de volgende bonus ontvangen. Ja, een aardige geldsom. Een medaille voor tactisch genie. En hij heeft nieuwe kleding gekregen. En zijn volgende dienst is dinsdag om 18 uur. Um, hoeveel moet hij nog gaan doen eigenlijk? Oh ja, we gingen, we gingen zo'n drankje drinken, hè ik ga dat eventjes opzoeken of we dat mogen doen. Oké, okay, we mogen het één keer... Uh, dus een sim mag je eenmaal het antiverouderingsdrankje innemen. Oké, okay, dan gaan we dat eventjes uh, zoeken of we dat kunnen vastkrijgen, dat drankje. Ja, dat is het. Dat kunnen we betalen. Dat kunnen we betalen. Oké, okay, dan gaan we dit uh, nemen. We hebben net 1500 punten, dus we kunnen dit nemen. Ja. Yes. En dan gaan we dat drinken. Jeugddrankje. Drinken. Wat gaat er dan gebeuren? Waarom sta jij hier nog buiten? Bob Pancakes. Die staat hier nu buiten. <laughs> zat hij misschien in ons clubje? Het zou wel kunnen dat hij in ons clubje zat. Ja. Oké, okay, dus Brett gaat ervan drinken. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Eh, ah, Brett, drinken. Oké, okay, wat is er nu gebeurd? Oh. Wat is er nu gebeurd? Aha, nog 23 dagen tot Adrode. Oké, okay, dan hebben we weer een beetje extra tijd voor zijn levensdoel te voltooien. Goed, dan gaan we jou in bedje leggen. Want jij bent heel erg moe. Uh, ta -ta -ta -ta. Slapen. Oh. Wacht, waar is... Ah, zij zit in bad. Laten we elkaar... Ga maar... Oh ja, doen met Anne Fleur. Zo. Voilà dan hebben we hier nog een klein pototje dat wakker is. Die gaat eerst op het potje gaan. En dan gaat die ook in een bedje. Voilà. En dan denk ik dat iedereen slaapt, hè. Goed, dan gaan we dat bordje hier nog opruimen. Ik heb nu wel geld om een stofzuiger te kopen. Ik weet al niet meer voor wat ik eigenlijk allemaal aan het sparen was. Ik weet dat ik zo een moment heb gehad van, oh, ik moet geld hebben voor dit of geld hebben voor dat. Maar ja, het is ondertussen al zo lang geweten dat ik het eigenlijk niet meer weet. Dus, eh, er is een we kunnen dan eventueel wel voor een stofzuiger of zo gaan. Naomi, die komt wel uit zichzelf in haar bed. Voilà, dan ga ik hier de aflevering afsluiten. De lang verwachte aflevering over uh, onze Legacy Challenge. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. En uh, ja, momenteel ga ik de focus terugleggen. Oei, dat was tegen mijn microfoon. Op deze Legacy. Dus je gaat hier nu wekelijks een nieuwe video van krijgen. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering. Doei doei!